Het voelt enigszins raar om hier weer te mogen staan. Ik ben een tijdje afwezig geweest. Dat heeft alles te maken met dat mijn woonplaats ligt in, zoals ik de NOS-verslaggever op het journaal hoorde zeggen, het epicentrum van de corona-uitbraak in Nederland, regio Os-Uden-Veghel. Maar gelukkig, ik heb geen klachten, voel me gezond en de huisarts heeft ook groen licht gegeven om vandaag hier weer te mogen zijn. En dat vind ik heel erg fijn, want er is ontzettend veel aan de hand. Allereerst zou ik graag dank willen zeggen aan al die mensen die nu doorwerken met gevaar voor eigen gezondheid. Ik wil ook dank zeggen aan al die mensen die thuis zitten ten behoeve van het collectief. En ik wil dank zeggen aan al die mensen, vooral al die mensen die werken in de zorg en die nu voorop gaan in de strijd om het coronavirus te verslaan. En ook in mijn eigen omgeving in Brabant zie ik hoe groot het monster is dat corona heet. Vriendinnen van mij zijn aan het werk in de coronatenten, die zijn opgetuigd bij de ziekenhuizen. Ik zie het om me heen, het toenemen van besmettingen, sterfgevallen, maar ook de maatregelen als gevolg van corona. Vorige week moest ik afscheid nemen van zowel een oom als een tante van mij, niet overleden aan corona, maar ook dan zie je dat zelfs afscheid nemen van dierbaren in Nederland op dit moment niet meer gaat op de manier zoals we dat gewend waren. Want we mochten maar met z'n vijven en de kist in die hele grote, voor de rest compleet lege aula van het crematorium. En bij mijn tante kon ik er zelfs niet eens bij zijn. Omdat de keuze gemaakt moet worden, ja, wie staat er het dichtst bij? Dan mag maar een handjevol mensen bij zijn. En in overleg heb ik ervoor gekozen om die plek aan iemand anders te laten. Maar dat zijn de keuzes die we op dit moment moeten maken. Mijn buren zitten in quarantaine. Mijn buurvrouw werkt in een verpleeghuis bij ons in de wijk. En handschoenen, dat was wat ze kreeg als beschermingsmateriaal. En wat alcohol om te ontsmetten. En ze werd ziek afgelopen weekend, getest, corona. Nu zit ze thuis in quarantaine met het hele gezin. En ze kan dus niet meer zorgen voor die ouderen voor wie ze zo graag wil zorgen. Ze kan er niet meer zijn voor die collega's die het nu zo ontzettend zwaar hebben. Want ze zit thuis. En voorzitter, Nederland staat op zijn kop. Er zijn zoveel dingen die ik nu zou willen zeggen, zoveel dingen belangrijk om te bespreken. Maar één ding vind ik echt dat wij als Tweede Kamer vandaag moeten regelen. En waarvan ik echt vind, we mogen hier vandaag niet weer vanmiddag de deur uitlopen met z'n allen zonder dat dat geregeld is. En dat is de bescherming van onze zorgverleners. Ervoor zorgen dat zij voldoende materiaal hebben om op een veilige manier hun werk te kunnen doen. Wij vragen nou van deze mensen, ze doen altijd al zo'n belangrijk werk, maar zeker nu, om voorop te gaan in de strijd tegen het coronavirus, het minste wat we kunnen doen, is ervoor zorgen dat ze hun werk op een veilige manier kunnen doen. En dan heb ik het over alle zorgverleners. Natuurlijk de mensen in de ziekenhuizen, maar ook in de thuiszorg, ook in het verpleeghuis, ook bij de huisartsen, ook in de gehandicaptenzorg. Deze mensen verdienen onze bescherming. En natuurlijk verdienen alle werknemers bescherming die nu door moeten werken om onze samenleving draaiende te houden. En het is dan ook zo wrang om te zien dat de mensen die nu gevraagd wordt om door te werken, dat vaak ook de mensen zijn die afgelopen periode op moesten staan om te vechten voor een beetje meer waardering, om te vechten voor een fatsoenlijke beloning. En ik hoop dan ook van harte dat als dan al deze corona-ellende voorbij is, dat we dan ervoor gaan zorgen dat deze mensen ook de fatsoenlijke waardering krijgen die ze verdienen. Voorzitter, ik heb ook nog vragen over de testcapaciteit in Nederland. Veel daarvan zijn al gesteld. Ik zou daaraan toe willen voegen, kunnen we er in ieder geval voor zorgen dat we onze zorgverleners in voldoende mate kunnen testen? En hoe gaat het kabinet dat regelen? We hebben ook zorgen over de IC-capaciteit. Volgende week zijn er 1600 IC-bedden nodig. Die zijn er niet. Hoe gaan die er komen? En hoe gaat het kabinet invulling geven aan een noodkreet die we gisteren van de ziekenhuizen hebben gehoord, dat er landelijke regie nodig is en dat er directief geopereerd moet worden? En tot slot, voorzitter, zou ik willen zeggen, het is nu alle hens aan dek om deze volksgezondheidscrisis op te lossen. Daar moet alle aandacht en energie naartoe gaan. Maar wij vrezen met grote vrezen voor de sociale en maatschappelijke crisis die hierna volgt. We hebben vanochtend de berichten kunnen zien. De volgende recessie wordt alweer aangekondigd. Laten we er alsjeblieft voor zorgen dat de mensen die nu de klappen moeten vangen niet de mensen zijn die dan ook vooraan moeten staan om de rekening te betalen. En laten we samen bouwen aan een economie die werkt voor ons allemaal.